auto versnelt. En de start is gevallen. Start valt. In het midden van de baan is het Kentucky Lobel die goed weg is. Naast hem aan de binnenkant Cosmos Renka. En aan de relingzijde heeft ook nog een voorbeen tussen Kaboom. Zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht in 3 sporen. En aan de relingzijde houdt Kaboom het voorbeen er gewoon tussen. Cosmos Renka aan de buitenkant wil hem wel voorbij. En mag er nu ook wel langs. Hiltje Jalsma neemt een paard terug, maar dat kost zichtbaar moeite. Daarachter is het Kentucky Lobel. En achter Kentucky Lobel volgt Nox Vrijthout ook in het tweede spoor. 1 deelnemer blijft daardoor driedik. En dat is André Wallenburg met Kel Fleur. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En Wallenburg gaat nu gas geven aan de buitenzijde. Hij denkt, dan maken we van de nood maar een deugd. En plaatst een aanval op de leider. Die tussentijd die laten we voor wat hij is, maar we hebben wel een nieuwe leider en dat is Kel Fleur. Kel Fleur, daarachter is het Cosmos Renka. Het eerste paard aan de buitenkant is Kentucky Lobel. Aan de binnenkant daarnaast Kaboom. Achter Kentucky Lobel in het tweede spoor Nox Vrijthout. En daarachter aan de relingzijde volgt Devil. Zo ronden de paarden de bocht. Kel Fleur haalt het tempo ietsje uit de koers. Dat kun je goed zien aan Cosmos Renka, die wel ietsje harder wil dan dit. Aan de buitenkant komt Kentucky Lobel ietsje dichterbij. En achter hem aan gaat als een schaduw Nox Vrijthout. Paarden weer in de rechterlijn voor de tribune. Ook Hiltje Jalsma heeft de handen meer dan vol achter Kaboom. Die is werkelijk niet te benijden. En daarachter volgt als hekkensluiter Devil. Daar komt de volgende tussentijd aan. Dat zal 15-4 zijn. Dat zou kunnen kloppen, maar het lijkt ietsje langzamer te gaan. En inmiddels komt ook de aanval aan de buitenkant van Kentucky Lobel. Die pakt nu een halve lengte, driekwart lengte voorsprong. En Kentucky Lobel gaat de leiding nu ook overnemen. Kentucky Lobel, de nieuwe leider, bij het indraaien van de voorlaatste bocht. En de tweede plek daarachter voor Kel Fleur. De eerste paard aan de buitenkant is nu Nox Vrijthout. Die moet het zelf gaan doen aan de buitenkant. Dat heeft hij eerder ook al eens gedaan. Daarachter aan de relingzijde ligt Cosmos Renka. Kaboom wilde er graag uit en die gaat nu ook langzaam naar het tweede spoor. En naast haar ligt Devil. Zo zijn de paarden in de rechterlijn overzijde. En Gert-Jan de Vries denkt, ik moet snel terug naar die sponsor. Ik geef wat gas bij. Heeft een anderhalf, twee lengte voorsprong gepakt. 13-8 tussentijd. Naar de tweede plaats gaat nu Nox Vrijthout. Nox Vrijthout gaat proberen voorbij te komen aan Kel Fleur, die goed terugvecht aan de binnenkant. En daarachter Cosmos Renko op plaats 4. Koploper is Kentucky Lobel. Gaat de laatste bocht inmiddels door en is inmiddels halverwege de Tjarda-bocht met een voorsprong die heel gezond lijkt. Daarachter Kel Fleur in duel met Nox Vrijthout. En de Vries komt als eerste in de laatste rechte lijn. Hele ruime voorsprong heeft hij. Hele ruime voorsprong op Nox Vrijthout, die inmiddels plek 2 heeft overgenomen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En als u dan toch wilt klappen voor iemand die het vandaag een topdag heeft en er ook een topdag van heeft gemaakt, is het Gert-Jan de Vries. Daar komt hij aan. Kentucky Lobel gaat hem winnen. Nox Vrijthout wordt net zo makkelijk tweede. En Kaboom laat nog even een sprintje zien. Wordt Kaboom dan derde? Kaboom wordt derde.